Oké, het lijkt echt een beetje op Golurk. Bam! Bam! Daar is ze! Minera heeft weer een fysieke lichaam aangemeten gekregen. Ja, ja, we hebben deze gigantische zonoïde gebouwd. En nu blijkt dus dat we ook op de rug kunnen klimmen van deze zonoïde. Supercool! Ja, toch, niet dan. Doe even duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo-video's. Leen mij je kracht, let's go! Oh. Ja, dit voelt wel magisch. Ik moet alleen wel zeggen, ik heb niet zoveel batterij. En dat is wel minder. Ik denk dat ik eigenlijk die batterij ook wel flink kan upgraden. Dus dat moeten we ook even gaan doen in deze video. Met deze wapens kun je de zonoïde krachtiger maken. Door ze aan zijn hand te bevestigen kun je zijn aanvalskracht vergroten. De weg naar de geheimsteen is lang en gevaarlijk. Ik raad je aan om bij de wapendepots onderweg langs te gaan. Zorg ervoor dat je het besturen van deze zonoïde onder de knie krijgt. En dan ben je op alles voorbereid. Heel vet. Oké, dus hoe ga ik vastmaken? Doen we deze op de linkerhand? Oeh, we hebben een bliksemwerper. En een vlammenwerper. Bliksemwerper klinkt ook wel echt vet. En dan doen we de metalen plaat doen we op de rug om de rug te beschermen. Dus nu kan ik dan zo slaan en dan... Oh, ja. Dit wordt te vet. Maakt u kennis met mijn electro-shizzle. Heel vet. Hier, bam. Hier, jij krijgt ook electro. En op je hoofd. Hoppakee, deze ook lekker. Nice. Oké, maar op een gegeven moment is dus de batterij op. En dan? Dan moet ik opladen of zo. Dan moet ik even weglopen. Kijk uit, kijk uit. Kijk uit. Dan ben je ook gewoon in één keer dood. Ik heb toch mijn rug beschermd? Wat is dit nou weer? Oké, dit vind ik heel flauw. Maar moet het ook leren? Ja, hallo, daar ben ik weer. Hier. Hots vlots. Oké, maar we moesten dus hier af en toe langs, werd gezegd. Oh ja, dan kunnen we nieuwe wapens fixen. Maar dan... Waarom zouden we van die waaiers erop zetten dan? Link! Hecht een zonai-werktuig aan de rug om de zonoïde bewegelijker te maken. Oh. Oké, laten we dit proberen. Dan gaan we de blazer op de rug zetten. Oh ja, dan gaan we wat sneller. Ja, dan... Ja, top. Link, door een wapen aan een zonoïde te hechten, zal hij van een afstand vijanden kunnen aanvallen. Schiet gericht om een gevecht naar jouw hand te zetten. Versla de vijanden die in de weg staan en blijf verder gaan. Oké, zoals wat? Oh, een kanon heb ik. Die doen we aan de rechterhand. Let's go. En wat is dit? Een laserkanon. Die wil ik ook. Ja, dit werkt aardig. Dit werkt aardig. Oh. Oh, oh. Stijg maar even eraf. Ah! Ah! Help! Iemand! Sidon! Jij! To the sky and beyond! Oké dan! Ja! Nou, nu zijn we pas in de zieltempel. Oké. Eens even kijken wat hier allemaal is. Oh, dit ziet er wel vrij rustig uit. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit wat er onder of boven deze tempel is. Het kan van alles gebeuren nu. Hallo. Laten we dit even onderzoeken. Wat is dit voor een ding? Mijn derde oog. Die schijnt erop. Ja, dit is denk ik dan de steen die we moeten hebben. Die zit denk ik in dit... Hierin? Of zo? Hopelijk. Hetzelfde geld krijgen we nu echt een hele zieke tempel nog een keer. Oh, nee. Oh nee, het gaat nu pas beginnen, hè? Oh, dit is de zieltempel, de spirit temple in het Engels. Oh, daar is die. Daar is de traan. Ja, maar sowieso, dit is... Hier is sowieso nog een baas. Ik geloof nooit dat we zo door kunnen lopen en dat het is. Ik heb zo weinig batterij, jongens. Dit kan toch niet goed komen? Ik kan hier ook niet staan voor de rest, want er is overal miasme. Dan kunnen we... Ik wou net zeggen, kunnen we wel doorlopen? Nou, daar gaan we hoor, daar gaan we. Nee, oh, er is een hek omheen komen te staan. Alleen in het hoekje is geen miasma. Voor de rest is overal miasma. Wat is dit? Nee. Is dit die gekke baas die we al een keer eerder zijn tegengekomen, die we toen niet konden verslaan? Dat is deze, hè? Die zonoïde heb ik lang geleden gemaakt. Dat is niet zo handig. Oh, nee. Hoe moet ik dit doen? De bezeten zonoïde, de kwaad in de zieltempel met mijn drie batterijtjes. Ik kan toch nergens staan? Hij wordt helemaal lijp. We moeten hem verslaan. Ja. Oké, let's go. Ja, ik kan natuurlijk ook gewoon verdedigen, hè? Dat was de bedoeling, verdedigen. Ik heb zo'n voorgevoel dat ik de verkeerde knop deed. Oh, maar oké, die batterijtjes die tellen nu niet. Dus dat is top. Dus ik kan nu gewoon gaan slaan. Hier. Slaan. Lekker. En dan met je laser. Wat? Die laser doet echt niks. Oh, ik doe sowieso bijna niks. Misschien moet ik hem tegen het hek aan plempen. Misschien is dat het.
Let's go. 2, 3 tegen het hek aan. En dan hier in zijn ziel. Ja, lekker. Hotsekidee. Oké, wat gaat er gebeuren? Oké, die was mis. Lekker. Nu naar... Ah, ik wou eigenlijk naar de andere kant bewegen. Cool. Nu gaan we naar links. Ja. Gaan we weer naar rechts. Oké, cool. Kunnen de devices gebruiken? Ja, ik denk dat we eigenlijk de allebei die knotsen moeten hebben. Maar goed, maakt niet uit. Oh, mijn de knots is weg. Oké, verdedigen. Cool. Oh, de batterij die gaat wel op. Nee joh. Oké, dat is een probleem. Een groot probleem, denk ik. Kan ik nu... Ja. Oh my god. Oké, slaan. Slaan. En slaan. Oké, cool. En meer slaan. Oké, ja, hij moet dus inderdaad tegen de hekken aan. We moeten naar hem toe lopen. Verdedigen. Of gewoon niet verdedigen. Ja, kijk. Dit helpt. En dan kunnen we nu slaan. Oh, maar die was... Oké, dan kunnen we niet slaan. Dat was mis. Oké, wat is dit? Oh, weg. 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 Wegrennen. Goed zo. Ja, dit is niet oké. Top. Maar ik ga hem nu alleen, denk ik, niet tegen het hek slaan. Vanaf hier. Dat gaan we denk ik niet redden. Oh, net niet. Oké, verdedig. Cool. En slaan. Dan kunnen we hem zo de hoek in slaan. Oh nee. Hij is voor de helft kapot. Maar ik had geen wapen meer. Hij gaat nu naar zijn volgende fase. En dit voorspelt niet veel goeds. Hij heeft extra armen gekregen. Ik heb hier nog een kanon. Die gaan naar mijn linkerhand. Hier, schieten. Ja, top. Lekker. Schieten. Oké. Of de bliksem? Ik weet het niet. Ik kan hem... Ik heb geen slagwapen meer nu. Niet handig. Oké, kanon. We kunnen blijven schieten, denk ik. Ik heb een slagwapen nodig. Oh, daar in de hoek. Daar in de hoek. Deze moet aan de rechterarm. Kom op, vastmaken, rechter. Schieten. Lekker. Oké. Als het zo moet, dan lukt het wel, denk ik. En slaan. 1, 2 en 3. In de hoek. Lekker. En doorslaan. Heel goed. Lekker. En gelijk weer schieten nu. Zo. Top. En wegslaan. Moeten we waarschijnlijk nog een keer schieten? Want dat haalt hij denk ik niet. Dat haalt hij wel. Oké. Schieten. Blijven schieten. Gewoon heel snel schieten. We moeten hem gewoon steeds voor zijn. Want als hij iets kan doen, dan zijn we echt een Sjaak, denk ik. Dan gaat het niet meer goed komen. We moeten gewoon heel snel zijn. Hij heeft nog 1 klap nodig, denk ik. Oké, schieten. Ja, top. Ja, we hebben hem. Bezeten, Zonoïde, let's go. Oh, go. Oh, nee, ik heb geen... Ik had geen wapen meer aan mijn arm. Maar het was voldoende. Met mijn slappe armpie lukt het ook. Hoppakee. Oh, wel cool gevecht hoor dit. Freaking Mike Tyson tegen Muhammad Ali dingen hier zo. Je ouders weten waar ik het over heb. Heel vet. Dikke doei. Mazzel. Dan kunnen we richting de laatste traan, jongens. Of is het de laatste traan? Want Zelda is natuurlijk de wijze der van de tijd. Dus die heeft ook nog een traan. En nou ben ik heel benieuwd naar het verhaal wat we nu te zien krijgen. Wat is dat? Mijn Pura tablet begint te tikken. Ja, oh. Oh. Oh! Dit is de geest van Mineru. Heel nice. Die pakt die traan en die gaat... Oké, die gaat in de Zonoïde, op de Zonoïde. Dat was vet gedaan, man. Dat was cool. Ja, het is natuurlijk de traan van de ziel. Dus ja, dat was de ziel van Mineru. Die daar nog voortleeft. En zo te zien is deze Zonoïde nu helemaal tot leven aan het komen. Ja, daar is ze. Zelda vroeg me jou te helpen, Link. Cool. Ik ben de wijze van de ziel en één van de Zonais. Maar jij bent helemaal geen robot. Cool zeg. Mineru, zegt ze zelf. Wijze van de ziel. Heel cool. Het is fijn om je te ontmoeten, Link. Nou, insgelijks, man. Eindelijk. Het heeft even geduurd.
Dankzij jou hebben we mijn geheime steen teruggekregen. Oorspronkelijk had ik gehoopt te ontwaken zodra je de Pura-tablet had ontvangen. Ik wilde je naar mijn zonoïde leiden. Oh, naar die andere. Waar we net tegen gevochten hebben. Graag gedaan, Mineru. Graag gedaan. Yes, laten we connecten. Laten we connecten, Mineru. Wat ziek idee. En dan, ja, dat is de middelvinger dan nog. Heel cool. Ja, Mineru bestaat zelf dus niet meer. Alleen haar geest bestaat nog. Maar omdat dit natuurlijk de steen van de ziel is, lukt dit gewoon. Wel vet bedacht hoor, dit. Cool. Heel nice. Zo nice. Sorry, die moest gewoon even. Kijk, daar gaan we. Ja. En dan lijkt de hand compleet, behalve dan die beugel hier nog. Die lijkt nog alsof dat zeg maar de oude techniek is. Cool zeg. Vanaf nu zal mijn ziel, die in de zonoïde huizen, zoveel mogelijk helpen. Ik ben benieuwd of we wel die robotachtige vorm dan ook houden. Of ja, wat gebeurt er hiermee? Ik kom uit het verre verleden, uit de tijd van de stichting van het Koninkrijk Hyrule. De omstandigheden toen hebben mij genoodzaakt om mijn lichaam op te geven en alleen maar een ziel te worden. Wat sick. Om het volgende met je te kunnen delen heb ik eeuwenlang diep in de Pure Tablet gesluimerd. Vanwege de tussenkomst van de demonenkoning hebben we elkaar nu pas kunnen ontmoeten. Mijn excuses daarvoor. Goed. Ik zal je mijn verhaal vertellen. In het tijdperk waar ik vandaan kom, een eeuwigheid in het verleden, is Zelda voor ons verschenen als de wijze van de tijd. Ik ga je vertellen over een tragedie in het verre verleden van Hyrule en hoe Zelda, die met haar geheime steen door de tijd gereisd was, in dat verleden een gewichtige beslissing heeft genomen. Haar vastberadenheid moet geroemd worden. Oh, we krijgen nu dus te zien wat er met Zelda allemaal is gebeurd. Cool. De Zonais waren de afstammelingen van de goden en die kwamen naar Hyrule afgedaald. Ze brachten geschenken mee. En dat zijn die tranen natuurlijk, hè? Oeh, Rauru is de broer. Hij ontmoette Sonia en trouwde met haar. Rauru gaf Sonia een van de geheime stenen. Ze streefde ernaar om samen een koninkrijk te stichten. Zo is Hyrule ontstaan. De toekomst zag er zonnig uit met Rauru en Sonia als de eerste heersers van Hyrule. Maar laat me raden, toen kwam Ganondorf. Het noodlot sloeg toe. Ja, daar is hij. De leider van de Gerudo's. Ganondorf doodde koningin Sonia en die stal haar geheime steen. En met de steen veranderde Ganondorf in de demonenkoning. Cool zegt dit. Ja, monsters gecreëerd en zo. Het was een oorlog. Oh, snap. Kwaadaardige kracht had bijna gewonnen. Maar toen kwam Rauru met een plan. Hij gaf uitzonderlijke strijders geheime stenen. Zij werden wijze en confronteerden samen Ganondorf. Goed, dat is eigenlijk wat er tot nu toe in deze game tot nu toe is gespeeld. Wat we qua verhaal weten. Rauru won. Maar toen. Ja, dat hebben we al een paar keer gezien. Kijk. Oh, wat een sick beeld is dit. Ganondorf was te sterk geworden. Oh, dit is Mineru. Mineru kon zijn kracht niet weerstaan. Net als de rest, potverdorie. Ja, ze waren allemaal eigenlijk verslagen. Alle wijzen. Maar toen. Rauru. Oh, zag je die steen in Ganondorf's voorhoofd? Dat is die steen van Sonia natuurlijk, die heeft gestolen. Wat deed Rauru? Laat maar zien.
Iedereen kijkt naar hem, ook Zelda is daar. Wow, iedereen gooit een wapen naar hem. Een soort van afleiding, denk ik. Zelda doet haar ding ook. Oh, die zet de tijd stil. Oh. Oh. Oh my god. Maar Ganondorf heeft het al een keer meegemaakt. Wat gebeurt er? Raudu is dichterbij gekomen. En geeft hem een zieke punch. Dwars door zijn lichaam. Ja hoor. Heel cool gedaan hoor dit. Wow. Ja, en toen zat hij natuurlijk verzegeld. Uiteindelijk. Wow, yo. Haha, Ganondorf heeft door wat gaat gebeuren. Raudu wist al wat er ging gebeuren. En wat het hem zou kosten. Als hij dit zou gaan doen. Super cool. Ja, Ganondorf die zegt van, jij stelt het alleen maar uit. Maar Raudu heeft de toekomst al gezien. Die weet al dat Link eraan komt. En dat Link Ganondorf zal verslaan. Oh, dit is zo cool. Oh, deze muziek. Geweldig. Heel cool, man, dit. Heel vet. Dus op deze manier is Ganondorf in eerste instantie verzegeld. Dus niet verslagen, maar wel verzegeld. Jeetje, wat een vet beeld is dit. Als hier ooit een beeldje van komt, gewoon die je in je handen kan pakken, dan wil ik die hebben. Dit is zo cool. Wauw. Wauw, wauw, wauw. En dit was dus de verzegeloorlog. Ze zijn erin geslaagd om de Demodenkoning te verzegelen. Maar Mineru was zo zwaar gewond geraakt dat ze niet meer lang zou leven. En Zelda kwam toen met een aangetast zwaard naar me toe. Het meeste zwaard. En die is verder in de tijd teruggereisd naar Zelda. Oké. Okay. Oh, we krijgen nog meer te zien. Hier zien we het meeste zwaard. Ja, daar moeten we ook nog naar op zoek natuurlijk. Yes, but more importantly, in my original time, the Demon King was vulnerable to the piece of his sword. Even someone like him. Dit was toen Mineru nog een beetje in leven was, de laatste momenten van haar leven. Then, what exactly are you suggesting we do with this? Zelda ging terug in de tijd van. Over time, the Master Sword is able to absorb sacred power. It can heal itself. Ja, man. En Zelda heeft dan het zwaard in bewaring gebracht bij Mineru, denk ik. En met het meeste zwaard kunnen we Ganondorf verslaan. Het kan nog eeuwen duren. Ja, het heeft natuurlijk ook eeuwen geduurd voordat Link er was. It would be impossible for you to provide it with sacred power for so long. I can think. You mean? Yes, I can do it. I have to. I've told you. That act is forbidden for a very good reason. It would mean throwing yourself away. Oh, Mineru. Dit is zo cool. Ik ben er gewoon een beetje stil van. Dit is echt zo vet. Won't be able to change back. Zelda heeft er fysieke vorm soort van opgegeven misschien wel. Ja, Zelda is zo plichtsgetrouw dat ze toch haar ding gewoon gaat doen. I want to restore the Master Sword and deliver it to Link. Heel cool. En jij hebt er niks over te zeggen, Mineru. Zelda gaat het gewoon doen. Weet je het echt zeker? Ja, ik weet wel zeker dat zij het zeker weet. Very well, then.
As a Zonai, I bear my share of blame for these. Als Zonai zijnde ben ik deels verantwoordelijk voor deze gebeurtenissen. En ik zal me ook wijden aan dit doel. En aan die held van jou. Voor de zwaardvechter Link zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt. Al gaat mijn lichaam verloren, mijn geest zal bij je blijven. En zo is Zelda dus naar iedereen terug in de tijd gegaan om te vragen om bescherming en hulp voor Link. En ook dus aan Mineru. Ja, en nu moeten we denk ik dan op zoek naar het Master Sword. Mineru gaat het nu nog beter uitleggen. Zelda en ik hebben onze strategie bepaald. We hebben voorbereidingen getroffen om jou in de verre toekomst de weg te kunnen wijzen. Voordat ik door het miasma mijn leven zou verliezen, is mijn ziel op de Pura Tablet overgeplaatst. En Zelda heeft daarna de verboden magie gebruikt. Ze was ervan overtuigd dat jij met het meesterzwaard de demonenkoning zou kunnen verslaan. En dat je de vrede zou kunnen herstellen in Hyrule. Het meesterzwaard, het zwaard dat het onheil verdrijft, is het geheime wapen. Waarmee we de demonenkoning kunnen verslaan. En het zwaard waarvan Zelda heeft gezworen te herstellen, moet ongetwijfeld hier ergens zijn. Zelda heeft me gezegd dat wanneer je de meesterzwaard zou gaan zoeken, je zou moeten spreken met de edele boom van dit tijdperk, de Dekuboom. Uiteraard is het zwaard weer bij de Dekuboom. Mineru zegt, laten we gaan, Link. Met het meesterzwaard waarover Zelda voor je heeft gewaakt, zul je de demonenkoning Ganondorf beslist kunnen verslaan. Ah, dus dat is wat we nu gaan doen. Op zoek naar het meesterzwaard, samen met de eed van Mineru, de wijze van de ziel. Een nieuwe quest, waar is het meesterzwaard? Daar gaan we naar op zoek in de volgende aflevering. Maar eerst moet Pura nog horen wat er allemaal is gebeurd. Ze vraagt of we een aanwijzing hebben gevonden, die nou eens naar de vijfde wijze leidt. Nou ja, ik bedoel, het is allemaal al gebeurd. Ja, de wijze van de ziel is al gevonden. Het is Mineru, zeker weten. Dan hebben we nu alle vijfde wijze toch? Geweldig gedaan. Ik weet zeker dat het herstelde meesterzwaard zich ergens in dit tijdperk bevindt. Je kunt het waarschijnlijk het best eerste Dekuboom ernaar vragen, zoals Mineru al zei. En die bevindt zich in het midden van Hyrule-woud ten noorden van hier. Let's go! We hebben gelijk allerlei missies opgelost. En in de volgende video gaan we naar de Dekuboom. Als je daar zin in hebt, knal de duimpjes omhoog voor de support. En abonneer sowieso. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!